wordt de middelste stoel gereserveerd voor het gastjurylid. Vandaag is dat Peter Heijlenbroek. Hij speelt bij de Gentse reggae-formatie de Sky Blasters, die u later in het programma aan het werk zal zien. Peter, jullie swingen aardig wat af hè, op zo'n sessie, als ik het zo mag uitdrukken. Is dat allemaal improvisatie of ligt ook alles vast? Alles ligt vast, ja. Alles? Ja, van de eerste noot tot de laatste. Er wordt enkel maar geïmproviseerd wanneer het eigenlijk fout gaat. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar alles ligt wel vast, ja. Maar jullie zijn dan toch duidelijk een bewijs dat reggae niet meteen muziek is voor zwarte mensen? Niet noodzakelijk, nee hoor. Het is een muziek, het is een stijlsoort zoals rock en roll. Natuurlijk ligt verder van huis, het is ook moeilijker om erin te komen, maar dat valt best mee voor een blanke zeker. Oké, Peter Heijlenbroek, altijd goed voor een flitsende swing.